In Brabant werken de provincie en de waterschappen, samen met agrariërs en natuurbeheerders, aan het project Water vasthouden aan de bron. Want hoe langer water wordt vastgehouden waar het valt, hoe minder kans op overlast en hoe veel krachtiger het watersysteem dus is. Daar hebben we allemaal baat bij. Als het water bij mensen over de drempel komt, dan kun je je voorstellen dat het natuurlijk heel veel schade oplevert. En dat willen we natuurlijk in de toekomst voorkomen. Als je het kan vasthouden op de plek waar het valt, tijdelijk, totdat het weer netjes afgevoerd kan worden, dan boek je daar een hoop winst mee. Er zijn 7 pilots ingericht, bij boeren en bij natuurbeheerders. Bij de pilots wordt gekeken naar de kansen voor het vasthouden van water op de percelen en de gevolgen ervan. Een kerngroep met mensen van de waterschappen, de provincie, ZLTO, Staatsbosbeheer en andere natuurorganisaties werkt samen om het project vorm te geven. Om dat misschien te verbeteren of is zo goed. Eigenlijk even de open vraag van, hoe zijn we op dit moment bezig met elkaar? Worden we goed geïnformeerd of zijn er nog eventueel verbeterpunten waar we rekening mee kunnen houden? De medewerking van de boeren is van groot belang. Het zijn ook allemaal particuliere sloten die daarmee moeten doen. Het is niet iets wat het waterschap zomaar kan organiseren. Je moet het echt in de hele kleine slootjes en op de percelen doen. En dan heb je dus gewoon de medewerking van de grondgebruikers en de grondeigenaren nodig. De boeren die we nu benaderd hebben, die werken graag mee aan het project. We hebben ook helemaal niet lang hoeven te zoeken. We zijn gewoon langsgekomen, we hebben uitgelegd wat de bedoeling is. We werken samen ook met de ZLTO. En dat gaat eigenlijk prima. Ja. Een van de pilots is bij de familie Van der Hof in de Rips. Zij hebben een gemengd bedrijf met zo'n 180 koeien. Zijn we aan de praat geraakt en of dat we daar aan mee wilden werken. En? Toen hadden we ook al het idee om hier een stuw te laten plaatsen. Ja, en daar is er toen niet van gekomen en dacht, dat is nou de tweede kans. We hebben hier destijds het hele bedrijf laten draineren, omdat we toen best wel wat overlast hadden van water. En we hebben toen ook gezorgd dat er een goede afvoer van het water zou zijn om het ook af te kunnen voeren. Maar door nieuwe ontwikkelingen die nou de afgelopen decennia zijn naar voren gekomen, is duidelijk gebleken dat te snel afvoeren van water, dat voor een bepaalde periode van het jaar nadelig kan zijn. Vandaar ook dat we zelf zijn moeten gaan beregenen om toch voldoende water te hebben. Maar wanneer dit een bijdrage levert aan het minder te hoeven beregenen, we doen namelijk ook mee met beregenen op maat, dat is alleen maar een win-win situatie. Het systeem is dat wij hier geen drijfmeskelders hebben. Een andere pilot is bij Boer van den Hurk in Hees. Niet zoveel toegepast. Dus ik had schijnbaar de ideale situatie om zo'n proef te doen. En daar ben ik voor benaderd. En dit is misschien wel iets wat kan voorkomen dat er echte waterberging nodig is. In de sloten zijn stuwen geplaatst. In de zomer zorgt de stuw ervoor dat het peil hoog blijft, zodat het land niet te droog wordt. En in de winter, wanneer het erg hard regent, dempt de stuw de piekafvoer. Dat doen we door de stuw omhoog te zetten, waardoor hier het oppervlaktewaterpeil stijgt en ook het grondwaterpeil stijgt. En daardoor gaat er minder water over de stuw en hebben ze er benedenstrooms ook minder last van. Metingen aan de stuw geven inzicht in het effect van de maatregel. We hebben 6 grondwatermeetpunten en 1 oppervlaktewatermeetpunt, dat is dit punt. En daarmee kunnen we dus eigenlijk elk uur volgen wat er gebeurt met de waterstand. Je moet ook kunnen aantonen dat het werkt. En daar heb je toch wel een stukje wetenschap voor nodig. Dus het moet aannemelijk gemaakt worden dat water vasthouden aan de bron ook kan werken. Is het belang van de boeren verenigbaar met het belang van de waterbeheerders? We zijn al een beetje huiverig op. De sloot moet niet vol water komen staan, want dan zakt de hele kant in. Als je kunstmest gestrooid hebt en je hebt je drijfmest erop liggen, dan heb ik liever geen water meer op het land. Zeker niet. Ja, dat is natuurlijk wel een aandachtspunt. Dat gaan we beproeven, gaan we uittesten. Of je zowel het ene kunt dienen, water vasthouden, als ook het andere toch gewoon door laten gaan. Namelijk dat de grond kan worden gebruikt op het moment dat de boer erop moet. We hebben nu de eerste resultaten gezien. Hè? We hebben één meting gedaan. En dan zie je eigenlijk dat op het moment dat je de stuur naar beneden zet,
die grondwaterstand zich eigenlijk vrij snel weer herstelt. Dus dat is een kwestie van een dag of anderhalf dag, misschien gewoon een paar dagen, dat die grondwaterstand eigenlijk weer teruggaat naar zijn oude niveau. Om te voorkomen dat het gebied onder water loopt, zijn heel veel kleine maatregelen, waaronder stuwen nodig, die samen een groot effect hebben. Voorwaarde is dus dat veel boeren meewerken. Wanneer je die gebiedjes aan elkaar koppelt, door met meerdere stuwen te werken, dan krijg je wel een collectief systeem wat het totaal wel van een hogere waterstand voorziet. Hoe verloopt de samenwerking? Wanneer je elkaar eerlijk en open alles durft te vertellen, dan kun je veel bereiken. Maar wanneer je dingen wat inslikt, en dan stapel dat op en dan barst de bom een keer. Er is altijd een oplossing te creëren. Ja, dat vind ik dus wel. Ja, dus daar komt die pijp op uit. De projectgroep komt bij elkaar en bekijkt de stuw bij de pilot bij Boer van der Hurk in Hees. Nou, wat je hier dus ziet, op dit moment hebben we de stuw omhoog gezet. Aan de grondwaterstand zie je dat er toen net wat neerslag viel. Dan zie je dat die oppervlaktewaterstand eigenlijk heel snel naar boven gaat. In de praktijk is dat lastig uit te drukken in cijfers. Wanneer er een stuw geplaatst wordt, heeft het wel of geen effect. Want dat is dan moeilijk aan te tonen en wellicht met die pijlbuizen wel. Zie je, van dit soort apparaatjes hangen daarin. Dus kunnen we heel nauwkeurig bijhouden wat er met de oppervlakte water. En dat maakt het juist interessant om die gegevens ook in te kunnen zien. Van wat doet het werkelijk? Hier komt informatie uit die wellicht gebruikt kan worden. Tenminste, dat is wel de insteek natuurlijk. Ik vind het tot nu toe goed gaan. We hebben nu 7 pilots die bijna allemaal zijn ingericht. Een jaar geleden hadden we dat niet durven te hopen dat we al zover zouden zijn met het inrichten van de pilots.